Hier is uw filmer nog een keer en ik begin mijn praatje over het weer. Pas geleden is het erg koud geweest, heeft gevroren. En hoewel we daar onder dit doek meestal niet zoveel last van hebben, hebben we nou wel een beetje schade. Ziet u trouwens wat de wind met ons dak doet? Het waait nou niet heel erg hard, maar je hoort het wapperen. En het dak beweegt mee met de wind. Niks aan de hand. Maar het leek me wel aardig om het even te laten zien. Die vorst heeft in de frambozen niet zoveel schade gedaan. Het enige wat ik zie is een verbrand bladrandje. In feite is het een verdroging. Bevriezing. We hebben wel wat schade in de bramen. Maar goed, die filmen we niet. Dus dat is niet aan de orde. Waar ik vandaag een korte aandacht aan wil geven is in een vervolg op een filmpje wat ik gemaakt heb voor 18+. Maar om te zorgen dat alle filmpjes voor iedereen verder toegankelijk blijven, zullen we het hebben over feromonen. En niet meer over lokstoffen in het kader van aantrekkingskracht tussen man en vrouw. Als u begrijpt wat ik bedoel. Feromonen. Van het principe feromonen maken we ook gebruik bij het signaleren van de schorschalmug. De schorschalmug is een heel klein beestje en die heeft de eigenschap dat hij zijn eitjes legt achter een scheurtje in de bast van een frambozenstengel. Dus bijvoorbeeld, stel dat hier een scheurtje zit in de bast, dan legt hij daar zijn eitje achter en dat eitje wordt een larfje. En dat larfje houdt die scheur open. En op zich is het beestje zelf nog niet zo schadelijk. Maar als die scheur open blijft staan, dan kan daar gemakkelijk een schimmel invallen. En als die schimmel erin valt, dan kan die de stengel aantasten. Dus dat zou de schade kunnen zijn van de schorschalmug. Nou hebben we daar in het verleden behoorlijk last van gehad. Toen wisten we eigenlijk nog niet eens dat het die schorschalmug was. Inmiddels weten we dat die schade kan doen. Gelukkig niet zoveel in dit gewas, zover ik weet. Dus ik bestrijd hem niet, maar ik volg hem wel. En hoe kan ik die nou volgen? Nou, dat heb ik hier. Daarvoor heb ik hier dit flesje liggen. U ziet wel, het is een hele dure vangkooi. Nee, niet echt. Als het gratis kan, dan maken we het gratis. En in die opengezaagde fles zit een lijmplaatje. En op dat lijmplaatje ligt dit flesvormige dingetje. En dat witte dingetje, dat is het houdertje waarin de feromonen zitten. Wat de feromonen afscheidt en waarmee dus mannetjes gelokt worden. En dan gaan we eens even kijken. Ja, als ik op deze witte ondergrond dat lijmplaatje neerleg, dan zien jullie al dat daar stipjes op zitten. En dan gaan we even de truc doen met mijn loepje. En dan ga ik jullie proberen te laten zien dat minuscule kleine beestje, hoe ik dat toch kan herkennen. En dan gaan we dat even zelf focussen. Dan moet ik er even hebben. Hier heb ik er eentje die herkenbaar is. Het valt niet mee om te focussen, dames en heren. Even kijken. Het beestje, die schorschalmug, is herkenbaar aan zijn gebogen antennen op de kop. En als ik zelfs door mijn loepje kijk, zie ik dat heel goed. En om het nu met mijn camera vast te leggen, is ietsje lastiger. Ik hoop dat die te zien is. Nou, al die stipjes hier, dat zijn schorschalmuggen. En deze heb ik gevangen in 2 dagen. Als we nou een hele grote vlucht hebben, dan hebben we in 1 dag 100 of 200 of 400 van die beestjes op die lijnplaat. En ik hou mijn hart altijd een beetje vast als ik die grote vluchten zie. Maar in dit soort heb ik die schade, nog geen schade gehad van het beestje. Dus ik kijk het even aan, ik doe daar niks aan, maar ik volg het nauwgezet. Nou, weer iets opgestoken. Tot volgende keer maar weer. Bye bye.